Goniometrie deel 9. Een zijde berekenen met cosinus. Dat is dan ook het doel van de les. Een zijde kunnen berekenen met cosinus. En voorkennis deel 1 tot en met deel 8. Een zijde berekenen met tangens is misschien goed om even terug te kijken. En een zijde berekenen met sinus. Uitleg van de theorie. Ik kijk vanuit hoek A als voorbeeld. En dan geldt de cosinusregel als volgt. Cosinus van hoek A is aanliggende zijde delen door de schuine zijde. CAS is dan de afkorting. CAS, de A van aanliggende zijde, de S van schuine zijde en de C die er vooraan staat van cosinus. En cosinus wordt afgekort met cos. Uitleg van de theorie. Bekijk driehoek DEF. Bereken zijde DE en rond af op 2 decimalen. Het is goed om te kijken vanuit hoek E, want die is 28 graden en is gegeven. Dan is DF mijn overstaande zijde, DE mijn aanliggende zijde en EF mijn schuine zijde. Aanliggend en schuin, die heb ik nodig. Aanliggend, want die wil ik weten. En de schuine zijde, die is gegeven. Dus CAS, CAS, is de cosinusregel toepassen. Cosinus van hoek E is AZ delen door SZ is DE delen door EF. Gegevens invullen betekent cosinus 28 graden is DE delen door 11,5. Kruisproduct toepassen om te kunnen uitrekenen. Nou, op je rekenmachine typ je dan ook cos. 11,5 keer cosinus 28 graden. En zorg dat die 28 graden tussen haakjes staat. En dan vind je afgerond het antwoord op 2 decimalen 10,15 centimeter. Als je het niet tussen haakjes zet, dan zou je het wel eens verkeerd kunnen doen op je rekenmachine. Dus let daarop. Zet het altijd tussen haakjes. Voorbeeld 1. Bekijk driehoek KLM en bereken zijde KL en rond dit af op 2 decimalen. Ik kijk vanuit hoek L, want die is gegeven. KM is de overstaande zijde. LM is de aanliggende zijde. En KL is de schuine zijde. Aanliggende schuin dus CAS. Cosinus van hoek L is AZ delen door SZ. Is LM delen door KL, dus aanliggende zijde delen door schuine zijde, is in dit geval zijde LM delen door KL. Cosinus 27 graden is 3,7 delen door KL. Kruisproduct toepassen. KL is 3,7 delen door cosinus 27 graden. Afgerond op 2 decimalen is het antwoord 4,15 centimeter. Voorbeeld 2. Bekijk driehoek ABC, bereken zijde AC en rond af op 2 decimalen. Ik kijk vanuit hoek A, want die is gegeven. Overstaande zijde is BC. AC is de aanliggende zijde en AB is de schuine zijde. Aanliggend en schuin dus CAS. Cosinus van hoek A is aanliggende zijde delen door schuine zijde. Is AC delen door AB. Cosinus 36 graden is AC delen door 7,7. Kruisproduct AC is 7,7 keer cosinus tussen haakjes 36 graden is afgerond 6,23 centimeter.